ben Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is Mama Pig. En dit is Papa Pig. Peppa Pig. Teddy van de klas. De schooldag van Peppa zit erop. Papa, Teddy van de klas komt vandaag met ons mee. Wie? Teddy van de klas is onze schoolmascotte. Het is Peppa's beurt om hem mee naar huis te nemen. Hij heeft een pyjama, een fotoalbum en hij heeft een eigen tandenborstel. Het zit allemaal in zijn koffertje. Aha. Peppa, Papa Pig en Teddy van de klas zijn thuisgekomen. Mama Pig, we hebben een speciale gast bij ons vanavond. Echt waar? Wie is het? Teddy van de klas. Hij heeft een pyjama, een fotoalbum en een eigen tandenborstel. Waar is het fotoalbum voor? Wij maken foto's van hem als hij spannende dingen aan het doen is. Oh. Mijn vrienden hebben Teddy van de klas overal mee naartoe genomen. Londen? Parijs? Egypte? Nee, maar Teddy van de klas heeft een heel spannend leven. Ik hoop dat hij het bij ons ook spannend vindt. Het is bedtijd voor Peppa en George. Luister, jongens. Dit is Teddy van de klas. Hallo. Hij is vandaag onze gast. Jullie moeten allemaal opzij. Oh, en dat daar is meneer Dinosaurus. Hij kan nog niet zo heel goed praten. Ik maak een foto voor het album van Teddy van de klas. Even lachen. Papa, Teddy van de klas moet morgen een heel spannend avontuur beleven. Mogen we misschien naar de Noordpool? Wat dacht je van de supermarkt? Ja, ik denk dat Teddy van de klas nog nooit eerder gewinkeld heeft. Het is ochtend. Peppa neemt Teddy van de klas mee naar de supermarkt. In deze winkel verkopen ze van alles. Sinaasappels, appels en bananen. Dat is erg interessant. Hier is de kassa waar je voor de boodschappen betaalt. George wil een foto nemen. Oké, George. Lachen. Lachen. Dat zijn wel genoeg foto's, George. Oh, waar is Teddy van de klas gebleven? Teddy van de klas is verdwenen. Papa, je hebt Teddy van de klas verloren. Rustig maar, Peppa. We vinden hem wel weer. Hallo. Hoe was jullie dag? Papa heeft Teddy van de klas verloren. Oh, nee toch? Maar ik heb een plan om hem te vinden. Hoe gaan we Teddy van de klas dan terugvinden, papa? Eerst drukken we alle foto's af die we van hem hebben gemaakt. Mama Pig pakt de boodschappen uit. Waar gaan jullie naartoe? We gaan foto's van Teddy van de klas op bomen plakken. Oh? Papa, wacht op mij. Waarom plakken we deze foto's op bomen, papa? Als mensen de foto's van Teddy van de klas zien, weten ze dat hij weg is en kunnen ze helpen met zoeken. Oh, dit is Teddy in mijn bed. En dit is Teddy in de keuken. En dit zijn de foto's van George in de supermarkt. Kijk maar, papa. Oh, Teddy van de klas. Ik weet waar die is. Ja. Oh, hallo. Mama, wij weten waar Teddy van de klas is gebleven. Ik ook. Hij zit in de boodschappentas bij de pasta en de tomaten. Peppa laat de klas het fotoalbum van Teddy van de klas zien. Ik was heel bang dat Teddy van de klas geen spannend avontuur zou beleven bij ons. Maar gelukkig heeft mijn vader hem verloren in de supermarkt. Maar we vonden hem weer in de boodschappentas. Dat was wel een spannend avontuur. Dat was het zeker. Prinses Peppa. Het is bedtijd voor Peppa en George. Slaap lekker, kleine biggetjes. Opa en oma Big komen eten.
Hallo. Hallo. Waar zijn Peppa en George? Die slapen al. Oh, maar ik wilde ze zo graag zien. Mag ik even kijken? Oké, oma Big. Maar doe alsjeblieft zachtjes. Oma Big! Oma Ig! Hallo, kleine lieverds. Jullie zouden moeten slapen. Vertel een verhaaltje. Oké, maar alleen als jullie beloven om meteen weer te gaan slapen. Wij gaan slapen, maar eerst het verhaaltje. Goed dan. Heel lang geleden was er... een kleine jongen en die heette Pedro Pony en hij vond een toverboon. Oh ja, Pedro plantte de boon en die groeide uit tot een enorme bonenstaak die hoog de lucht in ging. Dat klopt. Pedro klom naar de top van die bonenstaak en vond daar een vreselijke grote reus. Maar dat wil ik niet. Ik wil een prinses. Oh, juist. Daar vond hij een prachtige prinses genaamd Peppa. En heer George, de dappere ridder. En een kok. En die maakt het allerlekkerste eten van de wereld. Mama Big, papa Big en opa Big wachten tot ze kunnen eten. Ik ga eens kijken waar oma Big blijft. En hoe gaat het verhaaltje verder? Stoute oma Big, je hebt ze wakker gemaakt. We zouden gaan slapen als het verhaaltje uit was, opa. Ik kan goed verhaaltjes afmaken, oma Big. Ga maar naar beneden. Ik kom zo. Er is een jongen, een bonenstaak, een beeldschone prinses, een dappere ridder en een kok die heerlijk eten klaarmaakt. En toen ze het heerlijke eten op hadden, viel iedereen in slaap. Afgelopen. En toen werden ze weer wakker en kwam er een tovenaar. Een tovenaar? Ja, een tovenaar. En die gaf een hele grote goochelshow. Ah, maar... En toen kwam er ineens een hele enge draak. Oma Big, mama Big en papa Big wachten nog steeds met eten. Oh, dat verhaaltje werkte geloof ik niet helemaal. Ik ben heel goed in verhaaltjes vertellen. Ik heb die kleintjes zo in slaap. Ah, een hele enge draak! Peppa, George, hup naar bed. Maar opa heeft het verhaaltje nog niet afgemaakt, papa. Ik maak het verhaaltje wel af. Ik kom zo naar beneden. Oké, er is een jongen, een bonenstaak, een kasteel, een beeldschone prinses, een dappere ridder, een kok, een tovenaar en een hele enge draak. En een superhongerige koning. Dus ze aten allemaal hun buikje rond en leefden nog lang en gelukkig. En nu slapen. En toen gaf ze een feestje. Oh. En al hun vrienden kwamen. Ja! Goed, ik geloof dat ik maar even ga. Papa Big. Ze slapen al bijna. Bedankt. Ik neem het nu wel over. Jij moet het verhaaltje afmaken, mama. Dat is goed, maar snel dan. Wat is er allemaal gebeurd? Er was eens lang geleden, in vroegere tijden, ver in de geschiedenis... Mama Big is nu wel heel erg lang boven. Ik hoor iemand snurken. Eindelijk! Peppa en George liggen te slapen. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Zo, einde. Peppa? George? Zachtjes. Mama zit te slapen. Ik geloof dat prinses Peppa hier het beste verhaaltjes kan vertellen. Precies. Dat klopt. Eline Ezel. Hallo, met papa Big. Oh, er is iets mis met de telefoon. Hoor je? De telefoon kraamt onzin uit. Hallo, comment allez-vous? Hallo, monsieur. Est-ce que Eline peut rester pour un jour? Oui. Je dois juste prendre... Au revoir. Dat was monsieur Ezel. Hij praatte in het Frans. Ja, dat dacht ik wel. Mama, wat heeft monsieur Ezel dan gezegd? Hij vroeg of Eline Ezel bij ons langs mocht komen. Oh,
joepie! Eline Ezel is een vriendin van Peppa uit Frankrijk. Eline komt hier om Nederlands met ons te leren praten. Hoera! We moeten opschieten. De trein van Eline kan zo aankomen. Eindpunt! Uitstappen! Dat is de trein van Eline! Eline! Bonjour! Bonjour is Frans voor hallo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, meneer Ezel. Lieve hemel, is die grote koffer van Eline? Oui, Eline heeft wat dingetjes meegebracht voor haar bezoek. Dingen die jullie hier niet hebben. Kaas, brood, tomaten, water. Au revoir, Eline. Ik kom je morgenavond weer ophalen. Waar laat ik de bagage van Eline? In mijn kamer. Helemaal boven in het huis. Oh. En dit is allemaal voor één nacht logeren? Jazeker. Daarom heb ik maar een heel kleine tas voor mezelf ingepakt. Oh. Goed, Eline is hier om Nederlands te praten. Dus we moeten haar allemaal helpen. Jawel, mama. Eerst moet ik sorry zeggen, omdat ik niet zo goed Nederlands praat. Maar zo slecht is het niet, hoor. Dat is heel aardig, monsieur Bik. Maar mag ik u iets vragen over Nederlands praten? Natuurlijk. Ik weet alles van praten. Vraag maar raak. Zijn in het Nederlands samengestelde werkwoorden onwelvoegelijk of voorzetselwoorden? Zeg, het is al best laat. Zullen we Eline's bed opmaken? Mama, mama, mag Eline bij mij in bed slapen? Met aan elke kant een kussen? Goed idee, Peppa. Peppa en Eline slapen ieder aan een kant van hetzelfde bed. Zo, kinderen, tijd om te slapen. Het wordt morgen een drukke dag. Eline mag met jou mee naar school toe. Wauw! Dormez bien. Dormez bien is Frans voor slaap lekker. Ik ben nog helemaal niet moe. Laten we een liedje zingen om slaperig te worden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matin, sonne le matin. Door Eline's mooie Franse liedje valt iedereen in slaap. Eline mag met Peppa mee naar school. Juffrouw Gazel, dit is mijn Franse vriendin Eline Ezel. Bonjour! Ah, bonjour Eline. Gisteravond zong Eline voor mij een mooi Frans liedje. Mogen wij haar een Nederlands liedje leren? Hey, wat vinden jullie van het bingbonglied? Ja, zing maar het bingbonglied. Dat is goed voor mijn Nederlands. Oké. Ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Bong, bing, boe. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingeli, bongeli, boe. Bong, bing, boe. Bing, bong, bing. Bing, bong, bingeli, bongeli, boe. Mooi, ik heb veel Nederlandse woorden geleerd. Bing, bong, bingeli, bongeli, boe. Polly's boottochtje. Opa Big neemt Peppa en George mee op een boottochtje. Polly Papagaai gaat ook mee. Opa Big, heb je je mobiele telefoon bij je? Ja, oma Big. Laat hem niet in het water vallen. Nee, oma Big. Staat hij wel aan? Ja, oma Big. Dag! Tot ziens! Daar is opa hond. Ahoy daar! Ahoy daar! Mooie dag om te gaan varen. Ik wil ook wel, maar ik moet mijn boot schoonmaken. Ik snap niet waarom je die roestige boot nog schoonmaakt. Het is een wonder dat hij nog drijft. Deze roestige boot zal nog steeds drijven als jouw oude tinnen boot al lang naar de bodem is gezonken. Opa Hond is de beste vriend van opa Big. Volle kracht vooruit! Tot ziens!
Ik ben de kapitein van deze boot. En als de kapitein zegt dat je iets moet doen, dan moet je het doen. Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. Polly Papegaai zegt alles na. George, hijs de vlag. George, hijs de vlag. Peppa, luid de bel. Peppa, luid de bel. Opa, mag ik de kapitein zijn? Alsjeblieft. Oké, maar een kapitein moet deze pet op. Nu is Peppa de kapitein en iedereen moet doen wat zij zegt. Luid de bel. Draai het roer. Ai, ai, kapitein Peppa. Spring op en neer. Kapitein Peppa is een beetje bazig. Misschien moet ik weer de kapitein zijn. We willen niet ergens tegenaan varen. Het sturen van een boot is best lastig. Maar gelukkig ben ik goed in sturen. Lieve help, de boot van opa Big is tegen een eilandje opgevaren. Opa, we zitten vast. Ik bel oma Big. Zij kan hulp halen. Opa Big heeft zijn mobiel in het water laten vallen. U spreekt met oma Big. Hallo? Hallo? Wij moeten dringend een boodschap aan oma Big sturen. Boodschap aan oma! Polly kan naar oma vliegen. Goed idee, Peppa. En ik kan Polly leren wat ze moet zeggen. Opa Big zegt... Opa Big zegt... Help! 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 Kijk eens aan. Dat was makkelijk. Opa Big zegt dat was makkelijk. Ach, ouwe sufkip. Ach, ouwe sufkip. Hallo, Polly. Wat kom jij hier doen? Opa Big heeft gezegd. Ja? Wat zegt opa Big precies? Ach, ouwe sufkip. Oh. Help, help. Lieve hemel, opa heeft hulp nodig. Opa hond. Hallo, oma Big. Opa Big heeft hulp nodig. Wilt u hem alstublieft redden? Mevrouw, dat doe ik met alle plezier. Hoera! Ahoy daar! Moet u gered worden, kapitein? Misschien. Wilt u dat mijn roestige oude boot u komt redden? Ja, graag, opa hond. Vangen, kapitein! Ai, ai, schipper! Opa hond is de allerbeste vriend van opa Big. Oma, had Polly gezegd dat wij hulp nodig hadden? Ja, Polly is een hele slimme papegaai. Zeg, ik ben een slimme papegaai. Waf, waf. Ik ben een slimme papegaai. Wassen. Papa Big doet vandaag de was. Papa, wat is dat voor shirt? Dat is mijn voetbalshirt. Papa gaat vanmiddag een potje voetballen. Oeh. Maar eerst moet ik naar mijn werk. Tot later. Dag. Tot straks. Arme papa. Hij moet weer naar zijn werk toe. Arme papa. Kom mee, we gaan spelen. Ja, we gaan spelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. George is dol op springen in modderpoelen. Mama Big is dol op springen in modderpoelen. Oh nee. Mama, we hebben modder op papa's voetbalshirt gespat. Kijk dan. Oh. Dat geeft niet. We kunnen het wassen. Ja. Dat is zo gebeurd. Papa zal echt helemaal niets meer van de modder zien. We doen nog wat spullen in de wasmachine. Oh, mijn jurk zit ook vol met modder.
Mama Big en George hebben nog meer vuile was gevonden. Heel goed, George. We doen de kleren hierin en dan zetten we hem aan. De wasmachine loopt vol met wasmiddel en water. Spet, spet, spet. Spet, spet, spet. De wasmachine laat de hele kamer schudden. Oh, Peppa, waar is jouw jurk? Die wordt gewassen, mam. Wat? Oh, nee. Kijk, mama. Mijn rode jurk is nu weer helemaal schoon. Ja, Peppa. Maar kijk eens naar de andere kleren. Oh, nee. Peppa's rode jurk heeft alle witte kleren roze gemaakt. Roze past niet zo goed bij de rest van de voetbalshirts. Oh. Papa Big komt thuis van zijn werk. Hallo allemaal. Hallo, papa. Papa Big, we zitten met een probleempje. En, Dat komt straks wel, mama Big. Ik moet me omkleden voor voetbal. Waar is mijn voetbalshirt? Hier zo. Doe niet zo gek, Peppa. Dat is een jurk van mama. Hij is roze. Nee, papa. Dit is jouw voetbalshirt. Het zat onder de modder. Dus we hebben hem gewassen. En toen ging het een klein beetje mis. Sorry, papa. Maar ik kan toch geen roze voetbalshirt aan? Waarom niet, papa? Roze is een prachtige kleur. Wat vind jij, George? George houdt niet van roze. Daar zijn de vrienden van papa Big. Meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? Hij komt er zo aan. Mijn team speelt in het wit. Ik wil een wit shirt. Maar papa, je hebt toch een wit shirt? Doe je jasje maar eens even uit. Zie je? Fantastisch. Dank je, Peppa. Hallo allemaal. Hallo, papa Big. Wat een mooi shirt. Netjes, hoor. Dank je. Kom op, laten we gaan voetballen. Ja! Goal! Hoera! Hoera! Papa, nu zit je shirt helemaal onder de modder. Natuurlijk, Peppa. Voetbalshirts horen onder de modder te zitten. Papa Big is dol op voetballen. Iedereen is dol op voetballen. Vooral als er modder is. Werk en spel. Het is een mooie zonnige ochtend. Ah. Wat een fijne dag om lekker te luieren. Papa Big is dol op luieren. Papa, ga je niet naar je werk vandaag? Nee, Peppa. Het is zaterdag. Op zaterdag werkt papa Big niet. Papa Big, je komt te laat op je werk. Maar het is zaterdag, mama Big. Of niet? Nee, het is vandaag donderdag. Oh. Op donderdag werkt papa Big wel. Tot later. Tot ziens. Arme papa, hij moet werken. Wat fijn, mama, dat jij de hele dag thuis mag spelen. Ik speel niet, hoor. Ik ben aan het werk op mijn computer. George wil het blije mevrouw Kipspel spelen. George, we kunnen het blije mevrouw Kipspel spelen als ik klaar ben met werken. Oh. Mama Schaap en Susie halen Peppa op om naar school te gaan. Nee. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Heel veel plezier op school. Tot ziens, mama. Werk hard. Mevrouw Schaap, werkt u vandaag of speelt u? Het wordt vandaag voor mij heel hard werken. Nee. Ik ga naar de sportschool. Wat doet u dan in de sportschool? Rennen, fietsen, touwtjes springen. Mama, dat is geen werk. Dat is spelen. Peppa en Susie komen aan op school. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Hallo Susie. Joehoe, kinderen. Vandaag spelen wij winkeltje. Oeh.
Wie wil de winkelier zijn? Ik! Peppa en Suzy mogen de winkelier zijn. Alle andere kinderen zijn de klanten. Peppa en Suzy spelen dat ze een winkel hebben. Wat moeten we nu doen, Peppa? Ik neem het geld wel, Suzy. Dan mag jij de vakken vullen. Oké. Henkie Hond is de eerste klant. Hallo, winkeljuffrouw. Hallo, meneer Hond. Mag ik wat koekjes, alstublieft? Suzy, hebben wij ook koekjes in de winkel? Nee, maar wel een speelgoedtelefoon. Wat kost die telefoon? Dat is dan 100 euro, alstublieft. Dank u wel, hoor. Volgende graag. Nee. Hallo, winkelier. Mag ik misschien een broodje van u? Nee, maar ik heb wel een speelgoedhuis. Wilt u er een tasje bij, meneer? Ja, graag. Dat is dan 1 cent, alstublieft. Oh, ik heb niet genoeg geld bij me. Dan betaalt u als u de volgende keer komt. Tjonge, dit is hard werken. Ja. Hallo, winkelier. Wat kan ik kopen voor 1.000.000 euro? Suzy, wat hebben wij voor 1.000.000 euro? Een wortel? Ja, graag. Kelly Konijn is dol op wortels. Tijd om naar huis te gaan. Papa Big komt Suzy en Peppa ophalen. Papa, heb je vandaag een drukke dag gehad? Ja, ik heb heel erg hard gewerkt. Wij hebben ook heel erg hard gewerkt, hoor. Wij moesten werken in de winkel. Bla, 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 bla. En klaar. En printen. Mama Big is klaar met haar werk. Oké, George. We kunnen nog net 1 spelletje spelen van Blije Mevrouw Kip. Dat hebben we wel verdiend. Stoute mama, je bent gewoon Blije Mevrouw Kip aan het spelen. Ja, omdat George en ik klaar waren met ons werk. Ja toch, George? Iedereen is klaar met werken, dus laten we allemaal gaan spelen. Ha 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 ha